Met meer dan 50 jaar ervaring op de teller weet Wilson Dekens als geen ander wat de duivensport inhoudt. Maar net zoals iedereen begon ook hij van nul. Hij startte op snelheid en speelt nu de zware fond. Ik had 2 pauwstarten. En die pauwstarten lagen met 4 rijden. Maar dat kende je er nog niet van, hè, van de duiven. En mijn buur van ons speelde op die snelheid heel goed. En hij zei, doe dat weg en ik zal u na het seizoen duiven bezorgen. En ik kweekte eruit en dat ging van direct heel goed. Maar ik had een goeie duivin en die vloog de 13e nationaal als jonk op Arzenton. En dat was een duivin uit Duiven van Joost Das. En met die duif is alles begonnen. Ik had dan bij Luc van Koprol een duiver en daarop gestoken en daar kwam de Zordi uit. En die Zordi was 6e nationale aasduiver op de Fond. En daarna uit die duiven, die soort van de Zordi, kwamen de Jordi Limoges die de eerste nationale op Limoges vloog. En daarna kwam Nuees, was ook die soort van die Zordi, de eerste nationale aasduiver op de Fond. Dan ben ik met Carlo Heiselbrecht in contact gekomen en je heeft beginnen kweken voor mij. Al mijn beste Barcelona duiven komen van Carlo. En Wilson had een aantal jaren geleden de aasduif van België met zijn New Ace. Die hebben wij dan gekocht. En zo hebben we dus geleidelijk al meer en meer contact opgebouwd met Wilson. En door omstandigheden heb ik mij thuis meer toegelegd, niet op het spelen, maar op het kweken. En ik zocht dus mensen die goed speelden met duiven. En Wilson was zo iemand. En ook iemand waar je goed gevoel mee hebt. Een goede mens. Zo. En dan hebben we besloten van samen een project te starten. Kweken is zeer belangrijk. En ook het spelen uiteraard erbij, want je kunt kweken. Maar als je geen toets hebt, hoe goed dat de resultaten, de sportieve kwaliteiten zijn van de duiven die je kweekt, kun je moeilijk vooruit gaan in het kweekprogramma. Alleen als je jaarlijks opvolging hebt van de resultaten, kun je jaarlijks ook de beste duiven of de beste kwekers uitselecteren. Maar bepaalde duiven hebben bepaalde genetische eigenschappen die zich makkelijk doorgeven. Kwestie van sportieve waarde, oriëntatie, uithouding. En dat is natuurlijk moeilijker nog op de snelheid, omdat die duiven voor de zware fond 2 tot 3 jaar moeten zijn eer dat je resultaat hebt. Soms is er veel geduld nodig, omdat niet iedere koppeling het goede genetisch materiaal samenbrengt. En zelfs van dezelfde ouders heb je grote verschillen in kwaliteit van de afstammelingen. Wilson staat er duidelijk niet alleen voor. En achter elke man staat dan ook nog eens een sterke vrouw. Mijn vrouw helpt mij ook bij het duivenspel. Want dat moet, of anders kan dat niet gaan, niet meer. Als ze ouder wordt. En dat moet. Ze wil dat doen. Hè. En zij kruist morgens de hokken van de weduwnaars en van de jaarlingen en van de jongen. En ik doe de andere kant van de kweekduiven. De weduwduiven er ook gekuist. Maar dan kom ik en geef schal water drinken en eten. Ik schrijf alles op met de hand. Zij dan schrijft alles. Zij maakt al de pedigrees op computer. Hè. Ik heb alles altijd opgeschreven. En ik kan alles terugvinden van jaren geleden. Wilson speelt met de vensters open. Een gewoonte uit het pre-elektronisch tijdperk. Kijk, hier zit de plaat onder waar ze getekend worden. Bij mij moeten ze eerst binnen zijn. Eer dan ze getekend worden. En de kassein, als ze thuis komt, staat ook. Dus normaal vallen ze hier. En lopen ze hierover. Hier worden ze getekend en dan gingen ze naar een bak bij de vin. Bij de meeste duivenmelkers staat een Sputnik of iets op. En ze worden hier getekend al.
voor de trengels. Maar dat mag. Ze, ja, natuurlijk, hier zijn ze niet getekend. Moet ik op kop komen, ik zet de herter, moet aan de hand op kop komen, moet ze partner, moet ze bovenhouden. Maar vroeger, als ik de snelheid speelde, bestond dat nog niet. Moest ze draaien allemaal met katsoen. En daarom zijn mijn duimen gewend van ben, dat vloog ben, het ben uit een bak. En, maar toen stond ik op het tok. Ik had zo op de eerste Nationaal Tuul gehad. Het was bijna half twee. En keken naar het nieuws. En ik zat naar het nieuws te kijken. Ik zei tegen mijn vrouw, als het over twee is, ik was maar om twee uur verwacht. Ik zei, ga ik buiten gaan. En kijk buiten, ik zie een op taxi. Ik zei, dat kan niet. En zette ze naar beneden te kijken. Ik zei, ja, dat is mijn eerste overgegeven van Tuul. Ik kom hier buiten, ik loop en binnen. Maar hij vloog 17 minuten vooruit. Hij kwam misschien wel een minuut verloren, maar het bestand nog niet, want hij vloog nog 17 minuten vooruit. Over een paar jaar was hij Sanderdaas naar huis gekomen en was van aan zijn bek tot hier hands open. Ik heb dat, zijn krop was weg, alles in zijn slokdarm en luchtpijp lag bloed. En ik heb dat alles genaaid, millimeter per millimeter. Ik heb me misschien nu aan bezig geweest. En dan maar is er goed doorkomen. Ondanks kleine tegenslagen benadrukt Wilson meer dan ooit het mooie van de duivensport. Een duif die thuiskomt van zo'n verre vlucht. En al die kilometers, die duif, dat is fantastisch. Hè? Zo'n duif die thuiskomt, dan moet je bewondering voor hebben. Hij moet er alles trachten voor te doen wat je kunt. Omdat die duiven dat doen, misschien voor bij een duif in te geraken, maar wel, ze doen dat wel voor u ook. Het is feitelijk veel. De duif is goed of niet goed, maar het is aan de liefhebber voor die goede duiven trachten in de grootste vorm te krijgen. En dat ligt dan een beetje aan het voederen en je moet de duif bekijken. De duiven nu, het zijn er veel in akkoord nu, die maar op 6 pennen niet meer staan bij mij. En ze zijn beter dat ze hem in een volle slag, of dat ze maar, moet dat ondervinden achter verschillende jaar. Moet je niet denken dat alles weet op achter en weet nu nog niet alles. Hè. Ik leer nogal, bij je kan altijd in het begin niets gezegd. Als ik met duim speelde, niets gezegd. Bij veel melkers geweest, veel gehoord en gekeken op en op. Enkele duiven behalen fantastische resultaten op Barcelona. Dat is wel moeilijk. Hè? Je moet met zijn geluk hebben voor een nationaal te winnen of voor een internationaal te winnen. Dat veel mensen hebben dat van heel hun leven niet. Wilson geniet elke dag samen met vrienden en familie van zijn duiven. Want hij benadrukt graag dat duivensport mensen samenbrengt. Zijn tip voor toekomstige duivenmelkers is er dan ook een met een dikke knipoog. Er niet aan begin. Want de keer dat er aan bezig zijn, kun je er niet meer van stoppen. Ja, kun je er niet meer, geen afscheid niet meer van nemen.